In deze vlog bezoeken we El Jadida, een stad die is gebouwd rond een oud Portugees fort. In Ujalidia staan we op een camperplaats en gaan de kids en ik even helemaal los op deze voertuigen. En op het strand hebben ze bijzondere producten te koop. Daarna staan we op de camping in Safi, de slechtste camping waar we ooit geweest zijn. De stad zelf maakt gelukkig een hoop goed met een gezellige medina en we krijgen een uitgebreide rondleiding waarin we alle facetten van het pottenbakken te zien krijgen. We'll take you with us to explore in the north, surrounded by the fjords, collecting adventures. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Salam alaikum. Wij zijn in El Jadida. El Jadida. En daar steekt een stukje uit, een fort. En dat schijnt de oude Portugese stad te zijn. En de eigenaresse van de vorige campplek zei dat het all handcrafted is en zo. Dus ik ben heel benieuwd. El Jadida heeft ruim 220.000 inwoners en vanuit de haven worden diverse landbouwproducten geëxporteerd. De stad werd in 1502 ingenomen door de Portugezen en na 1541 behielden ze haar als enige stad in Marokko. Uiteindelijk kwam de stad weer in 1769 in Marokkaanse handen nadat het grotendeels door de Portugezen verwoest werd. Het oude Portugese fort, waar de stad omheen is gebouwd, werd in 2004 door UNESCO tot werelderfgoed verklaard. En als we zijn uitgewandeld, komen we uit bij een marktje waar je voor weinig heerlijk kan eten. Lekker! En als je met dit uitzicht wakker wordt, kan een bezoekje aan het strand toch niet ontbreken.
We zijn net aangekomen in El Hualida. Of zoiets. We zijn net aangekomen in El Hualida. We zijn net aangekomen in El Hualida. Geloof ik. Dat je het zo uitspreekt. Het is gewoon een grote parkeerplaats eigenlijk. Waar je betaald kunt staan. Je kunt water lozen, geloof ik. En je krijgt 20 liter per dag. Want het komt uit een bepaalde tank. Dus voor iedere camperaar is er 20 liter per dag aan water. WC legen. Dus op zich prima. Het is vlak aan het strand. Tom die is al met zijn kite richting het strand. Het is een soort van lagune. Waar je goed kunt kitesurfen. Dus ik heb mijn fotogear meegenomen. En we gaan eens even kijken of we mooie shots kunnen maken. Helaas stond er net te weinig wind voor het kiten. De voorspelling voor de volgende dag was dat er aanzienlijk meer wind zou staan, maar dat was helaas niet het geval. Goedemorgen! Nou, hier achter me is de camperplaats, deel 1, en daar heb je dan loopbrug en daar heb je deel 2. En even Fibi aan het uitlaten. Maar hier zo is dus een heel groot plein. En er zitten dan ook allemaal eettentjes omheen. Dus ik denk dat het hier in het weekend best gezellig zou kunnen zijn. Misschien met qua camperers is er weinig activiteit. Misschien dat heel het dorp uitloopt of zo. Het hele dorp zie je ook hier achter. Die is dan tegen die berg aangebouwd. Ziet er echt heel tof uit met al die witte huisjes. Het is ook wel een gezellig plein. Het doet wel gezellig aan. Ook al is er niet zoveel op het moment. En later die middag is er zowaar activiteit op het pleintje. Naast de eettentjes kun je elektrische steps, skelters en elektrische autootjes huren. Tja, daar kun je toch bijna geen nee zeggen. En als de kids en papa uitgespeeld zijn, lopen we nog even naar het strand. Kijk, wat heb jij gevonden? Zeejegel! Vet! Ik was erbij! Ik ben erbij hoor!
foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. Goedemorgen. Nou, het heeft vannacht en vanochtend goed geregend. Nu eindelijk een beetje droog. Ik vond dit een mooi moment om dan even Phoebe uit te laten. Vandaag gaan we naar Safi rijden. En het ziet er uit dat de komende dagen wel regenachtig blijft. Daarna komt het weer goed weer aan. Dus helaas, het hoort er ook bij. Net voor we wilden vertrekken naar ons volgende plekje kwam deze hond aangelopen. Ze was uitgemergeld en het was duidelijk te zien dat ze net een nestje had geworpen. Het eten wat we haar gaven ging er dus lekker in. Camping Safi is de slechtste camping waar we ooit geweest zijn. We hoorden later van iemand die ook op de camping stond dat de vorige eigenaar er zo'n potje van had gemaakt dat het nu in handen is van de overheid en dat het de komende 10 jaar niet verkocht mag worden. Op het terrein zagen we dode schildpadden en katten, omgevallen bomen, sanitair dat vies was en douches waar geen deuren zaten, putten waar de kids in konden vallen, elektriciteit die er om de 5 minuten uitklapte en ga zo maar door. Maar met dit uitzicht heeft deze camping toch ook zeker potentie om wat moois van te maken. Nou, de jongens die zijn eventjes bij Tom en Helen. En wij gaan nu met z'n tweeën eventjes naar de Medina. Gaan eens even kijken daar. Wij zijn nu nog aan het lopen, het is 1 kilometer of 3. Maar we hopen straks een taxi staande te kunnen houden. En dan schijnt dat 10 dinar te moeten kosten. En dat is zeg maar 1 eurotje. Dus dat is prima. Beter dan lopen. Met de regen nog steeds. Het is vies weer. Safi is een stad met ruim 300.000 inwoners. Safi is een echte visserstad en er wordt veel op sardine gevist. Ook zijn er ertsen en mineralen rijk aanwezig. Daarnaast staat de stad bekend om de ambachtelijke pottenbakkerij. We zijn net door een local aangesproken en hij vroeg of wij al bij de pottenbakkerij geweest waren. Daar waren we niet, we wisten ook niet waar het was. Kijk, hier loopt hij. En hij werkt daar dus. Dus hij gaat ons nu laten zien dat hoe het beschilderd wordt en zo. Super tof. Dus kijken waar we uitkomen. Saïd wil ons alles vertellen over het hele proces en neemt ons mee naar verschillende werkplaatsen om alles te laten zien. En hij vertelde dus net dat als er iets kapot valt,
dan stoppen ze het hier in deze muur. Het is toch enig. Echt heel leuk. Hier ligt de klei dus. En in dat bad daarachter wordt het gewassen en nat gemaakt. En hier ligt het te wachten tot ze het gaan gebruiken. En dan kunnen de kleiproducten, in dit geval een kleine tagine, vormgegeven worden met behulp van het draaischijf en heel veel vakmanschap. Daarna wordt het product met een extra laag klei ingewassen en kunnen ze de oven in. Dat gebeurt in deze grote oven. Vervolgens wordt er een witte laag klei ingewassen en die dient als een grondlaag voor de beschilderingen. En dan is het weer tijd voor vakmanschap, het beschilderen. Fascinerend om te zien hoe snel ze dit doen. En na het schilderen is het tijd voor de glazuurlaag en mag het nog één keer in de oven. En de eindbestemming is natuurlijk de winkel. Ik was al heel lang op zoek naar mijn tagine, maar ik had ook gehoord dat je twee verschillende kwaliteiten hebt. En dat de ene snel stuk gaat als je hem op het vuur zet en de ander niet. Dus we hebben nu een goede gekocht. En hij gaat leren hoe we daarmee om moeten gaan. Ik ben benieuwd. Nou, we zitten nu op een terras. Net ook de Marokkaanse pannenkoeken gekregen en we gaan zo les krijgen over hoe je het beste de tagine kunt gebruiken. Benieuwd. Nou, we komen net van het terras af. Ja. En Saïd heet hij, had thee voor ons gekocht. En pannenkoekjes. Hij at zelf niet mee. Dat is, zie je vaker. Voelt voor ons een beetje ongemakkelijk, maar hij was ook ziek, zei hij, of zo. Proteïne, ik snapte niet helemaal, maar dat kan ook niet uit. Maar hij heeft in ieder geval uitgelegd hoe dit werkt. Ja. En hoe we het de eerste keer moeten behandelen. Een herrie. Wel gezellig, het komt nu tot leven hier. Het is nu 6:30 en alles komt tot leven. Dat is wel leuk. Ja. Ja, wij gaan nu op zoek naar een taxi. Dan gaan we weer terug naar de kindjes. Maar het was een superleuke ervaring dit. Gisteren zijn we naar de Medina geweest. En toen hebben we bordjes gekocht. Alleen hebben we het niet laten zien. Dus wij dachten, we gaan het nog heel even laten zien. Supermooi. Echt super toffe bordjes. Helemaal met de hand geschilderd. Heel veel relief op. Het is echt top. Ja, dit supermooi. Dit is allemaal relief. Ze niet opgeschilderd, maar echt ingekerfd soort van. Echt en dan hebben we natuurlijk ook nog de tagine zelf. Dit is de tagine.
En dat is wel echt een hele toffe, want hij heeft aan de onderkant heeft hij ook nog een plaatje wat de warmte goed geleidt en ook meteen de onderkant een beetje beschermt. En handvatten erbij, dus ja. Dat is ook makkelijk met koken oppakken. Hij is alleen wel heel zwaar. En als het goed is, is ons verteld en of dat dit dan restaurantkwaliteit is, dus dat het gewoon hele goede is. En ik vond hem, het viel wel mee, goedkoop. Ja. De bordjes waren wel duur, maar dat snap ik, want het is echt allemaal handwerk. En we hebben natuurlijk ook gezien hoe het allemaal gemaakt wordt, dus ik snap dat wel. Er gaat er zoveel handen. Dat is ook grappig. Zit voor je hoofd. Maar niet. Maar de borden waren dan 2 tientjes per stuk en de tagine was ook 20 euro, dus op zich... Ja. Mooi aandenken sowieso, dat wilde ik ook heel graag. Ook onder waar die gemaakt is. Of het nou een jaartal is, dat weten we niet zo goed. 2013? Ja, ik denk dat het... 13? Of misschien staat er iets anders, we weten het niet. In ieder geval waar die gemaakt is in Marokko, in Safi. En wie hem beschilderd heeft misschien. Ja. Hisham. Mm-hmm. Dus dat vinden we gewoon leuk. Ja. Hoop dat hij heel blijft in de camper. Ja. Van het getril. Dus gaan ze eventjes in de theedoeken wikkelen. En dan moet dat denk ik wel goed gaan. Yes. Maar bij deze sluiten wij de vlog af. Tot volgende week weer. Tot volgende week. En doei. Doeg.